Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Ik ben vandaag met de Nocta CF77. Een analoge metaaldetector. Ik had hem al eventjes thuis, maar simpelweg gewoon niet de tijd gehad om eventjes relaxed te gaan zoeken. En dat ga ik nu wel doen. Dus wens me geluk. Wish me luck. Zoals jullie zien is deze metaaldetector een analoge metaaldetector. Dat betekent geen metertjes, geen VDI. Puur op geluid. Ik zet hem op mode 1. Dat is een klein beetje discriminatie. De volume heb ik voluit. Iron volume heb ik op 3 staan. Ground balance begin ik eventjes op 6. Ga ik zo eventjes fine-tunen. En dan de sensitivity. Ja, zo hoog mogelijk natuurlijk. Nou, mijn eerste vondst. Een dop. Ik dacht eerst dat hij wat jonger was, maar het is wel... het is wel begin 1900, denk ik, die dop. Maar dat is nog pittig winnen hoor, als je dit niet gewend bent. Hij geeft namelijk 2 tonen. En dat zal waarschijnlijk wel iets met de vorm en met de inhoud te maken hebben. Nou ja, eerste vondst. Nou, volgende vondst is ook niet heel bijzonder, maar in ieder geval word je wat ouder. En ook deze geeft een beetje een raar signaal. En dat komt omdat de binnenkant gewoon van ijzer is. Dus het zijn ook weer van die rommelsignaaltjes. Ja, ik heb gewoon nog even geen heel mooi signaal om te laten horen gehad. Kan ook gebeuren. Ik denk een soort van schenktuitje, maar ook weer niet super oud. Prachtig mooi nieuw schroefdraad erop. Ja, ook dit is weer niet een vondst waar je een gat van in de lucht springt, maar wel een leerzame vondst. Dit zijn nou van die vondsten, want ik heb hier best wel heel veel al gelopen, die gemiddeld genomen zo'n twijfelgeval geven dat je hem niet graaft. En deze gaat voor mijn gevoel toch weer wat dieper. En onderscheidt het ijzer toch net weer anders, waardoor je het wel graaft. Het kan ook tussen mijn oren zitten, omdat het een andere metaaldetector is. En dan graaf je altijd wat meer. Maar dit is nou echt weer zo'n twijfelgeval. Er zit een dikke puist ijzer op. En dat komt van de bouten. En voor de rest is die van koper. En deze geeft wel een heel mooi signaal. Dus. Kijk, ik heb hier een blok gewicht. Ik hoef jullie natuurlijk niet te vertellen hoe die doorkwam. Als een jacko natuurlijk. Je moet eigenlijk als je dit soort dingen vindt altijd eventjes goed in de ronde kijken. De voorkant, aan de achterkant en aan de zijkanten. Of er stempeltjes in staan. Of soms staan er wel eens nummertjes in gekrast. Nou, in dit geval natuurlijk niet. dit zijn beschadigingen. Dit heeft niets met stempeltjes of merkjes te maken. Dit zijn gewoon beschadigingen. Nou, we beginnen eraan te winnen. Dit is alweer wat ouder. Maar aan de prachtige, mooie, kaarsrechte hoeken te zien, of lijnen te zien, is het ook wel weer kantje boord hoor. Het is nog niet helemaal oud genoeg.
Ik denk dat dit een opzetstukje was van of een kaas of een olielampje. Hier kwam de lont uit. Gewoon maar insteken. Hey. Dat is leuk. Helaas verzilverd. Het is een achterkant van een zakhorloge. Maar ja, wel leuk. Het is ooit verzilverd geweest, dus toen was die wel mooi. Maar nu is er weinig sjeu meer aan. En nog geen meter verder vind ik de rest van het zakhorloge. Nou ja, dat is dan wel weer heel erg leuk. Dit is de voorkant. Hier heb de wijzerplaat op gezeten. Dit is de ring. Hier heb de horloge ingezeten. En deze had ik net in het vorige gat. Dat is de sierachterkant. En zo heb je dus een heel zakhorloge. Wat grappig. Die mini duitje. Oh nee. Het is wel een duit, maar daar houdt het dan ook wel mee op. Kijk, een heel klein vorkje. Tenminste, wat er nog over is van de vork. Kijk, en als je dan zoveel moderne dingen gevonden hebt, qua dopjes, dan is dit dopje wel weer heel erg welkom. Kijk hoe mooi dat versierd is. Zelfs die rand, die is versierd hier ook. Een soort draadversiering. En dan een prachtige bloem erop. Het materiaal is lood. Maar dit is wel weer een leuke vondst. Er ontstaat nog wel eens discussie over deze vondst. Of dit nou een loodje is wat bij een steelgranaat hoort. Dus er zat een touwtje door en dan kon je hem zo trekken. En dan kon je hem weggooien. Of dat dit een tweegraadsknoop is. En in mijn ogen, als ik naar het materiaal, naar de vorm en naar de manier waarop de gaatjes erin zitten kijk, dan denk ik dat dit een vorm van knoop is geweest. Dus heeft niets met de oorlog te maken dit. Helemaal niets. Kijk eens, wat een alleraardigst dingetje. Het is van lood of tin. En er staat een gezicht op. Er staat wel een randtekst op, maar daar kan ik nog niet zo heel veel uithalen. En de achterkant is helemaal glad. Hij is trouwens ook niet zo heel mooi gegoten. Maar mijn gedachte was misschien dat het een speelpenning is. Maar dat weet ik niet zeker. Dat was mijn laatste vondst. Grote, dikke, vette hoefijzer. Van meer dan 60 centimeter diep. Nou, vandaag gelopen met de CF77 van Nocta Macro. En ik heb er een beetje een gemengd gevoel bij. Toen ik hem uitpakte, toen dacht ik misschien is hij wel heel zwaar. Omdat er zo'n best wel grote kast aan zit. Maar die kast is helemaal niet zo zwaar. En die schotel is redelijk groot. Dus je hebt eigenlijk best wel een hele goede balans.
Dus het irriteert eigenlijk helemaal niet. Zoekt eigenlijk best wel lekker weg. Maar waar is zo'n metaaldetector voor bedoeld? Ja, is dat aan mij om te zeggen? Misschien niet, misschien wel. Ik denk dat die pas echt goed tot z'n recht komt als je er bijvoorbeeld militaria mee gaat zoeken. Simpelweg omdat hij gaat wel onwijs diep. En hij is redelijk simpel in gebruik. Hij is oersterk. Maar of het een scherpschutter is, een slijpschutter, denk het niet. Het is meer een beetje het... Je hebt altijd in je vriendenkring die ene hele grote vriend die je altijd vraagt als je iets zwaars moet tillen. Ik denk dat dit die grote vriend is. Kan die dan niet hier zoeken? Jazeker wel, dat heb ik laten zien. Ik heb best wel hele leuke dingen gevonden en hij kan het echt wel. En volgens mij is die nu in de aanbieding. Nou hou ik me meest niet zo bezig met prijzen en verkoop en wie wel en wie niet met zo'n ding gaat lopen. Maar ik zag dat die volgens mij, corrigeer me als het anders was, maar volgens mij rond de €300. En dan wordt mijn mening in een hele anders. Want voor €300 heb je hier wel heel veel aan. Dan is het in ene wel weer heel interessant. Ik heb het naar mijn zin gehad. Ik heb best wel heel veel geleerd. En dit is zeker niet het laatste wat jullie van deze metaaldetector gaan zien. Maar het was in ieder geval een opstapje. Dus voor nu bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. We zitten bijna op de 11.000 subscribe abonnementen. Hartstikke leuk. Tot de volgende keer.